Oké, cool. We lopen. Digitale aantekeningen vandaag. En het is 1 april. Ja. Jongens, zet het web maar uit. Want het web het is tegenwoordig Facebook, tegen de toch? Tijd dat dit online staat. Ja? Dit is nu iets. Hier, dit is automatisering. Ik zit nu dus. Ga ik mijn parkeer-app uitzetten. Ja. Terwijl ik rij, wat natuurlijk heel gevaarlijk is. Ja. Omdat tegenwoordig er geen mensen meer controleren of je wel parkeert. Maar dat komen autootjes langs gereden, die maken foto's van je. Maar nou weet ik dus nooit, ik raak daar een beetje zenuwachtig van. Of ik wel aan het. Als ik dan mijn parkeeractie stop. Ja. En dan komt er toevallig daarna zo'n autootje langs. Of het gelukt is. Of dat je wel of niet. Of ik dan een boete krijg. Oh, oké. Okay. Ja. Zijn er geen regels over dan? Ik heb geen idee. Een soort van buffer van binnen de 2 minuten. Voor de zekerheid doe ik het dus maar al rijdend parkeeractie stopzetten. Oh ja. Ja. Want real time. Ja. Maar jij zei meteen, Facebook is het web geworden. Dat is een interessante. Daar wou ik het ook over hebben. Vertel, wat ja, is nou, ja, werd het 2 weken geleden, of vorige week zelfs, was er F8. Dat is het Facebook Development toestand presentatie ding. Dat is zeg maar het equivalent van wat Apple altijd doet als ze nieuwe producten hebben. Ja. En daar presenteerden ze een heleboel dingen. 2 dingen die vielen heel erg op. 1, dat was een tool voor mensen die content maken, dus grote bedrijven, denk aan kranten en dat soort lui. Zodat ze hun content niet doorposten op Facebook, hè, geen linkje erin zetten en dat het dan vanzelf opgeslokt wordt door Facebook. Maar dat ze echt op Facebook gaan publiceren. Ja. Want, zegt Facebook, wij hebben echt heel erg sterke engagement met ons product, namelijk jij, ik en alle andere mensen die Facebook hebben. Ja, en robots. Ja. Robots, een heleboel robots. Ja. Waarom publiceer je niet gewoon bij ons? Die hele website van jou, die is helemaal niet nodig. Ja. Dus een fantastisch idee natuurlijk, want ze hebben helemaal gelijk. Hè, als je echt engagement wil hebben met mensen, dan moet je op Facebook wezen. Ja. Daar heb je helemaal geen website voor nodig. Nee. Dit is allemaal cynisme overigens. Nou, ik zat er dus ook naar te kijken en dat viel me op. En ik bedacht, en toen zag ik ook wat cijfers. Hè. Er was een of andere, ik weet niet wat, een online magazine of zo, of een blog. En die zei, 40% van onze bezoekers komen inderdaad via Facebook. Ja. Toen dacht ik, nou, en als je dan nu ook nog eens gaat publiceren op Facebook, dan worden dat er natuurlijk meer. Ja. Toch, dan wordt dat. En dan ga je dus. Dat is de vraag natuurlijk. Hè. Je content die moet wel interessant zijn, of de dingen die je maakt. Nou ja, de kans bestaat dat je dan dus dat meer dan 40% van je inkomsten van 1 ding afkomen. Toen dacht ik, volgens mij is dat helemaal. Is er geen enkel bedrijf dat wil. Toch? Je wilt toch niet afhankelijk zijn van 1 ding? Nee, dat waren toch? Ook de lampjes die bij mij ook gingen branden. Zo van, nou, dit is een perfecte manier om vendor locking te doen. En wat ik al zeg, dit is de perfecte manier om het web opnieuw uit te vinden en een nieuwe locatie te geven. Wat ik toen ook zat te bedenken is, hoe kan je daar dan mee omgaan, hè, als bedrijf? Wat kan je dan doen? Ja. Nou, je kan natuurlijk zeggen, oké, ik ga mee met Facebook, want dat levert gewoon hartstikke veel geld op. Ja. En dus dat gaan we doen. Mm-hmm. En de website, nou ja, die kijken we nog even aan. Maar op de lange termijn hebben we die niet meer nodig. En dan ga je dus volledig afhankelijk zijn van 1 platform. Ja, en het publiek daarop, hè? Dat is ook erg belangrijk. Ja. Want het publiek, dat schuift ook nog eens. Ja. En de andere die ik dacht, je kan natuurlijk ook die 40% wat nu van Facebook komt, dat kan je natuurlijk ook zien als een onbetrouwbaar getal, inderdaad, omdat je weet niet hoe dat in de toekomst is. Ja. En dus zeggen, dat beschouw ik als een extraatje zolang het er is. En ik ga dus investeren juist in die andere kanalen, waar dus in het web. Ja. Of in, ik ga zelf zorgen dat ik zelfstandig kan overleven zonder die 40%. Ja. Die 40% zie ik is geheel als een extraatje. En als dat niet lukt, ja, dan kan ik het net zo goed opgeven. Laat ik dan nog maar even proberen met Facebook.
Ja, precies. Ja. Maar is het dan meer een principe kwestie of ga je dan het experiment aan? Dat is een lange termijn kwestie. Ja, ja. Dat is een kwestie van overleven. Namelijk als Facebook beslist dit mag niet meer of dit mag niet meer, dan ben je dood. Het is afgelopen. Je gaat je dan overleven aan of ik wil niet meer dat er gepubliceerd wordt, zoiets, weet je wel? Ja. Ja, dus bijvoorbeeld censuur plegen of vanwege commerciële belangen? Of ik werkte ooit bij een bedrijf, jij werkt daar geloof ik nog. En die hadden een hele grote klant. Ja. En die klant die leverde, ik weet niet hoeveel, maar misschien wel een kwart van de inkomsten. Ja. Kwamen een periode lang bij die klant vandaan. Dat was een ongezonde situatie, dat werd ingezien. En er is toen van alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we daar niet meer afhankelijk van waren. En dat is een hele goeie. Ja. We bleven die klant natuurlijk bedienen, maar, en het werd ook niet echt als een extra gezien, maar er werd wel ingezien, als die ineens wegvalt, moeten we kunnen overleven. Ja. En dat is dan ook daadwerkelijk gebeurd. Die klant ging weg, die wilde wat anders, wilde de boel op een andere manier oplossen. Dat lijkt mij een lange termijn visie. En dat geldt natuurlijk ook over publiceren. Ja, je moet dat, als je het niet meer in je eigen hand hebt en afhankelijk wordt van de nukken van een commerciële partij. Ja, de vraag is natuurlijk of het inderdaad de nukken zijn van Facebook. Of dat je eigenlijk dat Facebook niet meer is dan een doelgroep. Weliswaar is het een hele brede doelgroep. En ook met een mechanisme om die doelgroep precies. Preciezer te. Ik durf het woord niet te gebruiken. Preciezer je doelgroep te bereiken. Ja. Stel je voor dat die. Dat wilde je gebruiken. Wat? Ik wilde het woord targeten niet gebruiken. dat is echt vieze marketing. Dat impliceert dat mensen aan het schieten zijn op je. Dat is raar. Ja. Ken je het woord? Dat is een nieuw lettertype. Ja. Sans bullshit sans. En die vervangt dit soort termen, vervangt die door het woord bullshit. Oh, nice. Dus hele woorden, dus als je dat typt, vervangt die door het woord bullshit. Gewoon door de combinatie? Ja, de letter, dus het woord target wordt vervangen door bullshit. Oh, nice. Heel goed lettertype. Dat zou bij jou op kantoor zou, in elk geval de marketingafdeling, en misschien de hele salesafdeling zou dat als standaard lettertype geïnstalleerd worden. Ja, sales hebben. Zeker wel hoor. Meestal onze klanten, want onze marketingafdeling is er geloof ik nog wel wars van. Maar... Standaard huisstijlfond van klanten. Ja, inderdaad. Goeie. Jongens, mooi voorstel. Kunnen we het afdrukken in dit lettertype? Jullie nieuwe lettertype is sans bullshit sans. Ja. Ik vind hem wel heel goed. Maar wil je het nog even terugkomen op dat Facebook verhaal? Ja. Want op Facebook zitten mensen. En die mensen, dat is hetgeen waar uiteindelijk dan het geld moet komen. Voor mensen die publiceren. Ja. En over het algemeen zijn publicaties. Die zijn gericht op een vaste groep. Een vaste doelgroep. Ja. En die bewegen niet met mij mee als ik ouder word. Dan ben ik op een gegeven moment ongeïnteresseerd. Ja. Nee, ze targeten tussen aanhalingstekens. Ja. Dus op mensen van 20 tot 35 met een bepaald inkomen, mannen vaak. Mannen die doen alles met geld op een of andere manier. En trouwens, vrouwen die worden ook meegenomen. Maar dus als die mensen op een gegeven moment niet meer bezig zijn met sociale media of er is een ander kanaal wat veel meer aansluit bij hun hun behoefte om dingen te delen met mensen, dan is Facebook af. Ja, wat doe je dan inderdaad? Precies wat jij zegt. Ja. Ja, dan moet je een eigen kanaal hebben of een website in elk geval of een app of wat je ook gebruikt. Ik denk, het is er. De mensen gebruiken het en je bereikt de mensen en mensen willen dat gebruiken, maar als enige platform zou ik niet doen. Ja, kijk, en zij zeggen... Tenminste, als je een grote publicatie bent. Ja. En wat Facebook nu doet, en dat is een beetje het tricky hiervan, want ze realiseren zich dat ze niet één op één waarde toevoegen aan, je eigen platform. Ja. Hey, jij hebt meer controle, je kan veel meer doen, et cetera. Ja. En zij zeggen wij kunnen beter de match maken met wie jij graag wil
dingen wil sturen. Ja. Dus de rest van de wereld die ziet het dan niet en jouw doelgroep dan wel. Oh, ja, ja. En ze willen revenue share doen. Oftewel, als zij centjes verdienen, dan verdien jij ook een beetje mee. Maar ja. Dat is een beetje YouTube-verhouding. Hè? Dat is verwaarloosbaar. Ja, ja. Als je misschien 10.000 mensen bindt. Ja. Maar als je dus een paar miljoen als publiek hebt, nou, dan wordt het misschien een beetje interessant. Ja. Ja, een beetje. Ja. Want het is nooit zo interessant als daadwerkelijk producten aan de man brengen. Dat wil je eigenlijk. Je wilt gewoon waardevolle dingen maken en ja. Het verkopen. Ja. Dus. Ja. Ja, nou, toen ik het zag, toen moest ik wel, ik moest wel een beetje lachen. Ik denk van, oh god, wie gaat hierin trappen? Wie gaat met deze boot mee en al zijn geld hierop wedden? Nou ja, al zijn geld niet, maar ik weet zeker dat er mee geëxperimenteerd gaat worden. Oh ja, ja, ja. Nee, dat dikke kans dat wij er ook mee gaan experimenteren. Ja. Maar het is, de ambitie is een beetje, ja, hoe noem je dat? Het is een beetje sneu. Een beetje, hoe heet dat ook weer? Als mensen denken dat ze groter zijn dan ze eigenlijk zijn. Dat is een beetje grootheidswaanzin, weet je wel. Nou, maar wacht even. Facebook is krankzinnig groot. Nee, maakt zich krankzinnig groot. Iedereen die zegt dat ze krankzinnig groot zijn. Ja, maar het en wordt ook idioot veel gebruikt. Ja, dat zeggen ze inderdaad. Ja, maar dat is ook zo. Nou ja. Ja. Ja, ik durf het niet te betwisten dat ze zeg maar geen miljoenen mensen aan miljarden zeggen ja. ze ja. Aan bezoekers hebben, et cetera. Maar ja, het is, ik vind het wel heel erg grappig. Zo ook die meettools die zij bieden om aan voor jezelf inzichtelijk te maken van welke mensen nou jouw artikelen interessant ja, zouden ja. vinden. Okay. Ja, die tools, dat is toch echt een leverancier van jou die vertelt dat de leverancier goed zijn werk ja, doet. En dat is echt een gesloten loop en ik begrijp niet dat mensen met droge ogen zeg maar dat geloven. Ja. Het is alsof ik zeg van nou, ik ben wereldberoemd. Ja, ja bewijs het maar eens. Ja. En zij komen dan het gek met is dat het wel werkt, hè? Mensen trappen er wel in. Ja, 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 want ze worden gewoon overweldigd. Ja. En ja. Ja. Ik, nou goed. Goeie punten hoor. Ja, dank je. Ja. Maar goed. En als je dus daarop publiceert, dan publiceer je altijd in Facebook blauw, toch? Neem ik aan. Ja, dat ik moet aan. Ik neem aan dat je niet echt een. Het zal geen blendel worden of zo, dat iedereen zijn eigen lettertype mag aanleveren. Nee. Vermoed ik. Nee. Ofwel, misschien dat ze experimenten aangaan. Of Comic Sans misschien beter aanspreekt dan wat gebruiken ze nu? Verdana of zo, Arial? Ja, het is ook, maar ook als je exclusief alleen maar daar, joh, dan loop je dus, in plaats van dat je dan dus inderdaad die 40% van je bezoekers, die ga je daarmee blij maken. Maar die 60% die dus blijkbaar niet op Facebook zit, die krijgt dan ineens allemaal content niet te lezen. Oh, je moet het maar willen. Ja, want dat is het andere verhaal waar zij mee kwamen, is dat zij veiligheid gaan toevoegen. En als bedrijven die geld verdienen met het delen en engagement. Sorry, ik ga dat woord ook niet meer gebruiken. Serieus, je wordt echt. Sans. Ja, die gaat hier aan hoor. Serieus, misschien moet ik mezelf wegbliepen. Is dat een goed idee? Ik heb al niks te doen met het monteren. Even kijken, waar was ik? Oh ja, als bedrijven dus geld verdienen met een heel groot publiek bereiken, dan, en dan zeggen van we gaan dingen doen aan veiligheid, dus we gaan het dicht timmeren. Ja. Het klopt niet. Het verhaal klopt niet. Waarom zouden mensen dat doen? Waarom maak je niet open? Maar wat is dan ook opener? Ja, maar wat is er dan? Dat betekent dat er iets onveilig is. Nee, ja, nou dat misschien. Maar als je zegt het wordt veilig, dan betekent dat er nu iets niet veilig is. Dit soort bedrijven, als die zeggen dat ze het ene doen, dan bedoelen ze het ander. Jawel, ja. Dus zeg maar, in dit geval gaat het, denk ik, en ik kan er alleen maar over speculeren, maar denk ik dat zij zeggen van we gaan het veiliger maken, maar dat heeft een prijs. Heeft altijd een bepaalde stap heeft een prijs. Ja. En ik vermoed dat ze dan misschien ook
ja, weet ik wat, hè? Wat jij net al zei, zo van bepaalde content zal misschien verboden zijn of zo. Of bepaalde groepen krijgen geen toegang meer. Ja, ik denk, wat is de definitie van veiligheid? Ja, het impliceert dus dat het web onveilig zou zijn. Ja, ja. Nou, dat is misschien, dat is een hele goeie. Heel goed kunnen. Dat is het is veilig. Ja. Nou, vertel maar eens wat er dan onveilig is. Wat lossen jullie dan op voor probleem? Ja. En anders als het dan is, voor zichzelf. Ja, ja. Of anders dan Puriteins Amerikanen gaan niet meer op tilt slaan, bijvoorbeeld. Als dat veiligheid is. Ja, precies. Ja. Alle kleuren roze krijgen een balkje. Ja, bijvoorbeeld. Ja. 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 Enorm, heel veilig. Enorm racistisch trouwens. Maar dat is een... Ja, het is gewoon heel interessant om te zien. En hoe dat, geloof me, als jullie tijd hebben, en serieus, je hebt iets van 8 uur of 4 uur tijd nodig om zeg maar, al die talks door te gaan. Maar als je tijd hebt, is het echt super de moeite waard. Okay. Het is de moeite waard om te kijken van wat zij doen en hoe zij zich positioneren ten opzichte van, nou ja, hoe dat, bedrijven die dingen publiceren, aan developers en hoe zij hun product eigenlijk verkopen. En ik vind dat heel, ik vind het echt antropologie, zeg maar. Het is gewoon kijken hoe mensen zich gedragen om dingen gedaan te krijgen. Dat is heel erg fascinerend. Ja. Dus. En heb jij nog wat gemerkt van 1 april eigenlijk? Want het is vandaag 1 april. Nou, ik dacht even dat dat Tidal, dat een 1 april grap was. Tidal. Tidal is een concurrent van Spotify. Oh ja, gekocht door een bekende hip-hop artiest, toch? Ja. En ik dacht even dat... Misschien is het ook wel een 1 april grap en komt het vandaag uit. Uh-huh. De meest bizarre persconferentie die ik maar kan verzinnen. Dus de klacht van heel veel hele rijke artiesten is dat ze niet genoeg verdienen via Spotify. Ja. Ze krijgen niet genoeg geld. Dus wat Spotify heeft heel veel abonnees, maar dat levert blijkbaar niet genoeg geld op. Nee. Nou ja, prima klacht, toch? Ja, inderdaad. Maar, dus wat heeft Tidal nu gezegd? Tidal heeft gezegd, wij zijn van de artiesten, zeggen ze. Uh-huh. We zijn door artiesten opgezet. Ja. En wij zijn 2 keer zo duur en bieden hoge kwaliteit, hogere geluidskwaliteit aan. That's it. Okay. Want dat was geloof ik de klacht ook van Spotify. Hè? Dat je, als je in ieder geval mobiel speelt, dat dan de kwaliteit heel snel achteruit ging. Zo, ja. Nou ja, dat weet ik niet. Ik gebruik het zelf niet zo. Maar dat was inderdaad hun unique selling point was betere kwaliteit muziek en 2 keer zo duur. Okay. En toen dacht ik zelf, zouden echt de Spotify gebruikers, zouden die gaan betalen voor precies dezelfde service, maar dan 2 keer zo duur met betere geluidskwaliteit. Volgens mij horen dus heel veel mensen horen dat verschil helemaal niet. Nee, mensen die ouder dan 40 zijn, die horen het letterlijk niet. Ja. En dat begint ergens rond je 30ste of zo. Ik vond dat een... Maar je moet maar eens kijken naar die persconferentie. Daar zie je dus de allerrijkste mensen ter wereld. Ja, ja, ja. In de duurste kleren ter wereld. Helemaal opgedirkt en opgepoetst. Aha. Kan we dan allemaal naast elkaar staan. En dat zijn podium. Mensen als Taylor Swift, geloof ik. Ja, die had haar spul, geloof Madonna ik, van... Madonna zat erbij. Madonna. Ja, Taylor. Dus allemaal van dat soort ultra-rijken. Die staan er dan naast elkaar op een podiumpje. En dan wordt voor ze geklapt. Oh, door, er is echt zo'n... Het was niet eens helemaal vol. Er waren gewoon wat klapvee. Ja, ja, ja. De PR-bedrijven. En die zeggen dan allemaal van dat dit uniek is. En dit is een revolutie. Oh ja. Maar het ergste is dat het gewoon echt een letterlijke kopie is van Spotify. Ik denk eigenlijk dat het een 1 april grap is. Let op, hè, jongens. We weten, Vasile zei het weer. Als mensen dingen zeggen, dan is het niet zo. Ja. Als mensen zeggen dat ze innoveren, dan innoveren ze niet. Want als je innoveert, hoef je het niet te zeggen. Ja. Dat is, zeg maar, die taalspelletjes die worden zo vaak gespeeld. En het is heel erg grappig om bedrijven erop te... op te betrappen. Ja, Als het zeg maar uniek is. Nee, het is niet uniek. Nee. Maar, want ik weet dat Neil Diamond... Neil Young. Neil Young.
Hoe kom ik bij Neil Diamond? Geen idee. Wie is dat dan? Neil Young, die heeft ook een dergelijke... Ja. Die heeft een nieuw format laten uitvinden, ja, geloof ik zelfs. Hè? Van hoge kwaliteit muziek. Ja. Met een aparte muziekspeler moest je daar ook voor aanschaffen. Oh ja, inderdaad. En die muziekspeler die... Oh nee, dat Sony die is ook nog uitgekomen met een hele grote, hoge kwaliteit muziekspeler. En die was letterlijk €1200. Of iets van die orde. €800 of zo. Ja, ja. En hij was groter dan een iPhone. Ja, ja, ja. het ging helemaal nergens over. Ja, maar ik denk eerlijk gezegd echt dat we nu over een 1 april grap zitten te praten. Want het was namelijk de interface... Van Tidal is exact hetzelfde, uh-huh, als die van Spotify. Dus de muzikanten zitten altijd te zeiken dat er van ze wordt gestolen. Ja. Toch? Dat ja, muziek, ja, wordt gestolen. Ja. Maar interface stelen... Dat mag gewoon. Mag blijkbaar, ja, wel. Dus ja, ja. Ik denk, misschien is het wel gewoon een... Dan is het wel heel crafty. Is het een soort van, gaan ze nu zeggen... We zijn met Spotify in zee gegaan. Zoiets. Ah. Of misschien krijgen we een Spotify Premium. Ah, oké. Okay. Ja, dat klinkt op zich. Klinkt aannemelijker dan wat ik... Ja. Maar aan de andere kant... Want ik begreep niet, artiesten die... Dit zijn natuurlijk ook de minst humorloze mensen ter wereld. Hè? Dit zijn mensen die echt mensen die geld verdienen van andermans rechten. Ja. 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 Maar... want indie-artiesten die begrijpen het op een of andere manier. Hè? Die verzamelen een groep mensen om zich heen. Ja. En die mensen zijn enthousiast. En die zeggen, hè, dan zeggen ze zo. Hè, bijvoorbeeld De La Soul heeft ook een persbericht uitgegooid. Die zeggen, jongens, we willen een album maken. Ja. En we hebben er echt super veel zin in. En we gaan die boel kickstarten. Dus als wij een ton hebben, dan gaan wij produceren. Ja. En ik vind het op zich wel een leuk idee. En als je een groot publiek hebt die daar wel voor in is. Ja, daar dacht ik dus ook aan. Ze hebben daar dus de allerrijkste mensen neergezet. Die lopen te klagen dat ze niet genoeg verdienen. Dat is... Wat? Ja. Hoe bedoel je? Ja. Weet je, er was ook Björk die had laatst ook gezegd. Ja, ik vind het gewoon... Dat kan toch niet dat ik 3 jaar heel hard werk aan een nieuwe plaat... en dat ik daar dan niet voor betaald krijg. Ja. En toen dacht ik... Damn, als ik zoveel miljoen op de bank zou hebben staan... dan zou het allerlaatste waar ik me mee bezig zou houden... zou zijn of ik wel genoeg betaald krijg. Want zelfs de rente kan ik niet opmaken, weet je wel. Ja, maar misschien is dat ook een perspectiefverschil. Ik bedoel, zij zien ook dat hun industrie aan het afkalven is. Al die industrie die er omheen zit. Ja. Hè, dus al die bureautjes die allerlei zaken... alle rechten aan het onderhandelen zijn. En alle PR-bureaus en weet ik veel wat. Die zijn daar allemaal van afhankelijk. Ja. En die hebben natuurlijk het mooiste van hun... industrie is dat zij een hele grote stem hebben. Ja. En daar zit hem de kneep, denk ik. Maar dat klagerige gedrag, dat is inderdaad, dat weet iedereen al, dat is gewoon niet productief. Dat helpt niet. Nee. Dat maakt je echt alleen maar een heel erg onsympathiek merk. En daar gaat het hun om. Maar het is interessant om te... En ik dacht, als ze nou bij zo'n persconferentie, als ze daar nou artiesten hadden neergezet die inderdaad gewoon fulltime aan het werk zijn om gewoon normaal te kunnen leven. Ja. En als je die mensen aan het woord had gelaten en had gezegd, ja, maar kijk, als ik wat meer betaald krijg dan bij Spotify, dan heb ik gewoon een aardig inkomen. Dan hoef ik minder te ploeteren. Weet je wat dat of was? Of je kan leukere dingen maken bijvoorbeeld voor meer voor tijd. Hè, dan hoef ik minder me met marketing bezig te houden. Kan ik meer muziek maken. Ja, precies. Als je dat soort dingen... dat soort mensen een persconferentie had laten maken, dan was het minder wereldvreemd geweest. Ja. Maar dit was echt... Nou, je moet het maar kijken. Het is een soort van surrealistische... echt een surrealistische film. Het is niet normaal bizar. Ik ga er zeker naar kijken. Het lijkt mij fascinerend. Ja, het is fascinerend. Ja. Tweede keer. Het was een beetje met die... Net zoals met die... bankdirecteuren die dan vinden dat ze €100.000 meer moeten betalen. Ja. Terwijl het hele personeel wordt ontslagen en geen loonsverhoging krijgt. Het is een beetje zoiets. Op zo'n niveau zitten die mensen
te denken. Ja, tuurlijk verdien ik 100.000 euro meer. Ja, die zeggen... Ik heb het allemaal niet zo heel erg gevolgd, maar je begreep zoiets dat dat mensen zijn die ook aangenomen zijn om het bedrijf tussen aanhalingstekens te redden. Ja. En dan, dus maar na alle ellende, na de acquisitie door Nederland, zijn zij ingevlogen en ze zeggen van, nou, we hebben een deal gemaakt, we redden het bedrijf en dan krijg ik, als het lukt, dan word ik er dik voor betaald. Dat zou ik zeggen. Is er gezegd? We gaan de bonussen afschaffen. Want dat is niet normaal. Dat je zoveel bonus krijgt. Ja. Oké, zeggen die bedrijven dan. En dan noemen ze het anders. Dat is toch ja, dan gaan ze gewoon hetzelfde geld. Maar dan standaard geven. Ja. Nou ja. Anyway. Nee, maar dat gebeurt overal, hè. Ik bedoel, wij betalen, wij krijgen ook korting op dingen die je eigenlijk gewoon... prima ook gewoon normaal goedkoop kunnen zijn. Ja, alleen het gevoel dat we korting krijgen is fantastisch. Ja. Oh, we gaan er overheen? Nee, dat is voor bussen. Oké. We zijn geen bus. Nee. Dat scheelt niet veel. Het is een leuke route, Vasilis. Ja, toch? Moeten vaker rijden. Maar anyway, ik had net een mooi bruggetje. Ja. Want die artiesten, die zitten zo... Of de artiesten, die hele industrie, die raakt in paniek omdat ze vervangen worden door iets anders. Ja. En dat zie ik ook gebeuren in de designwereld. In elk geval als ik kijk naar de grafisch ontwerpwereld bijvoorbeeld. En dat is iets waar ik me echt wel mee bezig hou. Van vormgeving, een groot deel van vormgeving, robots en computers kunnen dat beter. Dus als ik nu, stel ik ben een bakker en ik wil een website, dan kan ik naar een ontwerpbureau in de buurt gaan. En die zegt dan, ja joh, ik maak voor 2000 euro maak ik voor jou een prachtige WordPress site of weet ik veel wat. Precies, ja. Nou ja, prima. Ja. Alleen het probleem is een beetje, dat worden meestal hele lelijke dingen. Want zo goed is die kwaliteit niet van die gemiddelde... kleine bureautjes op het platteland. Nee. Dat is niet zo... Dat weet je? En nou heb je dus iets als The Grid. Dat is een softwarepakket. Oh ja, die heb ik gezien. Bestaat dat? Ja, dat is echt. Want daarvan dacht ik dus dat het in 1 april grap was. Daar gooi je $100 in. Ja. En dan komt een unieke website uit. Of $100 en wat dingen van jezelf. Ja. En dan komt een goede, unieke website aan. Okay. En ik dacht toen ook, ja, maar dat is ook gewoon zo. Want ik geef nu vormgevingsles aan allemaal studenten. En die krijgen allemaal dingen te leren over bijvoorbeeld typografie. En over ideale fontgrootte. En over ideale breedte. Weet ik wat allemaal. Dat zijn allemaal regeltjes. Dat klopt, Dat is gewoon een functie. Een softwarefunctie. Ah. Dat kan een robot veel beter dan een mens. Ja. Tenminste... met regeltjes omgaan. Ja, precies. Dat kan een robot. Of regels toepassen. Toepassen. Ja, ja. Dus er is geen enkele reden om dat niet te laten doen. En je kan ook bijvoorbeeld heel makkelijk of redelijk eenvoudig kan je zeggen van dit en dit gevoel, zo'n soort sfeer krijg je door die en die kleuren te gebruiken. Ja. Nou, dus ook misschien iets complexer, maar ook dat zijn gewoon arrays en dat kan je zo door een robot uit laten poepen. Ja. En omdat er zoveel variatie in zit, sowieso al, hè, dus het zijn geen gegevens, het is niet altijd 30 EM is de ideale breedte. Nee, iets tussen de 20 en de 40. Ja, en vaak ook, juist gaat het om de verhouding. En je hebt ook nog verschillende lettertypes en zo. Ja. En dat kunnen robots. Ja. En dat is natuurlijk wel iets waar je dan een beetje... zorgen over zou kunnen gaan maken als ontwerper. Van, oh shit, als een robot nu ons werk overgaat. Wat is dan nog onze meerwaarde? Ja. En wat is dan onze meerwaarde? En dat weet jij natuurlijk. Want ik weet het eigenlijk niet. Maar ik ben erover aan het nadenken. Ja. Ik zelf dacht aan iets als... misschien is het feit dat wij weten wanneer we de regels moeten overtreden. Een meerwaarde. Ja. Dus dat we de regels wel kennen... en ze kunnen toepassen, maar dat we ook kunnen zeggen... maar in jouw geval moet je juist een groter lettertype nemen. Ja, precies. Ja, misschien dat daar een term in zit? Nou, ik merk ook dat... ik werk bij een bureau wat bedrijven niet alleen adviseert...
maar ook wij maken dingen voor bedrijven. Ja. Dat is een heel erg belangrijk onderscheid. Hè? Bijvoorbeeld Jeroen, die vorige keer op de achterbank zat, die maakt ook dingen voor bedrijven. Maar die moet dan, om succesvol te zijn, moet hij eigenlijk dingen maken voor mensen. Ja, dus die de krant lezen en dat soort dingen. Ja, want de krant is in theorie dan het product. Ja. Maar eigenlijk werkt hij meer aan één product dan, en jij werkt aan verschillende producten. Precies. Nou, maar het onderscheid is wel heel erg belangrijk. Want ik maak dus dingen voor marketeers bij grote bedrijven. Ja. En die marketeers die hebben een luidere stem, of vaak... dan de mensen die uiteindelijk dat gaan lezen op wat op hun website staat. Ja. En daar zit denk ik ook wel een heel belangrijk ding. Dat zij betaald krijgen om onderscheidend te zijn, zodat hun baas kan zien van, oh, deze meneer die heeft een onderscheidend ding gedaan. Die heeft dat binnen budget gedaan en papapap. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat wij maken. Wij maken dingen die binnen, zeg maar, een bepaalde tijd gemaakt zijn en er heel erg hip en leuk uitzien. Ja. Of het uiteindelijk ook goed resultaat sorteert. Maar ja, je moet er een goede babbel bij hebben van, nou ja, dit werkt waarschijnlijk, hè, als we dit aan mensen voorleggen. En dat gaan ze interessant vinden en ze gaan klikken op bepaalde dingen. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over of de definitie van kwaliteit is misschien. Nou ja, die mensen die uiteindelijk de website bekijken, die hoeven we niet blij te maken in theorie. Nee. Als we maar plausibel maken dat die mensen positief gaan reageren. Ja, je kan het natuurlijk wel gaan testen en in laboratoria of met meetgegevens. Maar dit is echt de praktijk, klopt. Want dat is, het is namelijk een van de redenen waarom ik stopte bij het bedrijf. Het is gepolariseerd. Ik zag dit namelijk. Ik had het idee dat er helemaal niet dat er maar heel weinig designbureaus en heel veel bedrijven zijn die echt streven naar kwaliteit voor hun gebruikers, maar dat er meer, dat er andere dingen aan de hand zijn. Nou ja, bijvoorbeeld, het moet niet te duur zijn, dat het belangrijker is dan het moet supergoed zijn. Bijvoorbeeld. Ja, nou, wij merken. Of het moet hoge ogen gooien. Kijk, wat ik net zei is heel erg gepolariseerd. Hè? Ja. Ik denk dat het zal ergens in het midden liggen. Mm-hmm. Maar wat een specifieke opdrachtgever wilt bereiken. Ja. Dat is vaak net iets anders dan glorieus succes bij de mensen die uiteindelijk ons gezamenlijk product bekijken. Ja. En want dat succes dat kan eigenlijk alleen maar gemeten worden over een best wel lange periode. Ja. He, want dat moet gemiddeld worden en eerst moeten mensen wennen aan je website. En er zijn ook de campagnes die spelen. Eigenlijk hoe klassieke marketing ook werkt. Je kan een succes niet meten van één filmpje wat je laat zien bij het reclameblok. Ja. Nee, dat moet wat langer spelen. Want bijvoorbeeld het kan eens een keer regenen op een maandag, waardoor je bier niet verkoopt. Ja. Als we het dan over bier hebben. Ja. Dus eigenlijk, en onze opdrachtgevers willen daar eigenlijk niet aan. Die kunnen zich daar niet aan houden. Die kunnen eigenlijk niet accountable gehouden worden voor lange termijn succes. Want zij moeten ook door. En ja, dus het is een beetje een hele moeilijke spreidstand waar iedereen in zit. En waar we dan zo goed en zo kwaad mee omgaan. Ja, want aan de ene kant, dus als je kijkt naar design, die hebben het heel erg over. Ik zag laatst een documentaire over de toekomst van grafisch ontwerp. Mm-hmm. Ik vond een deel, er zitten een paar interessante dingen in, maar ik vond eigenlijk werd er gesproken over een elite clubje van grafische ontwerpers. Hmm. Alleen de elite werd over gesproken. Ja. En volgens mij is dat echt een heel klein clubje. Maar wat zij dus zeiden was, nee, de ontwerper is niet meer een opdrachtnemer. Dus het is niet meer dat de klant naar de ontwerper toekomt en zegt, dit is mijn probleem, los het voor me op. Mm-hmm. Maar dat de ontwerper echt een eigen signatuur krijgt en dat hij dus zelf ook bijvoorbeeld met mogelijke oplossingen naar klanten toe gaat. Dat is natuurlijk interessant, maar of dat ook daadwerkelijk zo is. Nou ja, kijk, voor een aantal dingen werkt het exact zo. En dat is op het moment dat jouw succes gemeten kan worden door het gedrag van mensen. Ja. Dus neem bijvoorbeeld verkoopwebsites, webshops, et cetera. Ja.
perfect. Dat is zomaar wat ik net zei, dat geldt helemaal niet voor webshops. Want daar kan je de dag daarna, nadat je het live hebt gezet, kan je zien of het werkt zoals je bedacht dat het werkt. Want jouw test. Want jouw De dag daarna lijkt me een beetje kortzichtig. Nou ja, of misschien de week. Mensen moeten wennen. Mensen zitten altijd te zeiken naar een redesign, dat weet je. Ja, dat is zo. Redesign is altijd kut. Er moet wat geoptimaliseerd worden. Maar een half jaar later is iedereen er blij mee. Precies. En de redesign doe je natuurlijk ook niet voor niks. Hè. Dat betekent ook dat je verbetering wil. Ja. En vaak is die verbetering ook best wel drastisch. En dan zijn wij ook helemaal in onze nopjes. Want wij zien die cijfers zo binnenkomen. Ja. Maar voor een heleboel dingen geldt het ook niet. Hè? Waar die accountability, dat gat tussen mensen die aan het klikken zijn en mensen die uiteindelijk de rekening betalen. Hoe groter dat gat is, hoe moeilijker dat wordt. Maar er is dus ook een hele groep mensen die zegt, design gaat veel minder meer over het maken van dingen, maar veel meer over het bedenken van dingen. Ja. En het is... De originaliteit dan? Of is het dan meer... Ja. We zijn even aan het puzzelen. Ja, ik zit even te stoppen, denk ik. Oh ja, rood. dus die hebben het bijvoorbeeld over design. Dat gaat ook over ideeën. Dat je ideeën hebt. En je hebt ook heel veel uitwerkingen. Bijvoorbeeld Facebook, waar helemaal geen ontwerp meer voor nodig is. Waar helemaal niks voor gemaakt hoeft te worden. Nee. Dus het gaat niet meer over maken, het gaat over bedenken. Ja, deze denk van, er moeten minimaal 2 katjes in je fotografie zitten op Facebook, want dan scoor je goed. Ja, zoiets misschien, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar ik vind het een beetje... mensen moeten toch nog altijd dingen maken. Maar goed, inderdaad, als je dan bedenkt van, dat dingen maken, dat kunnen robots eigenlijk veel beter. Ja. Nou, ik vind er wel wat voor te zeggen hoor, want met name de verhoudingen en dat soort dingen, daar zijn designers over het algemeen heel veel tijd aan kwijt. Waar je zou zeggen, en dat zie je ook met de nieuwe tooling die nu een beetje de markt aan het binnenkomen. Wauw, die zin die gaat helemaal nergens naar. Je ziet een heleboel nieuwe tools waar je bijvoorbeeld snap to grid en verhoudingen en typografie. Die kan vaststellen voordat je ook maar een letter op je canvas zet. Ja. Die tooling die nemen gewoon een heleboel van die verantwoordelijkheid van het precies dat het allemaal goed in verhouding op het scherm staat van je over. Sterker nog. En dat jij kan. Je kan een tool maken die inderdaad zit je met slidertjes, zit je de typografie hartstikke netjes te doen. Dat kan al voor een flink deel voor je gedaan zijn. Ja. Vanzelf. Dus dat je alleen nog maar wat fine-tuned. En daar kan code uitkomen die veel beter is dan wat het gros van de front-end developers voor je gaat typen. Ja, veel consistenter. Natuurlijk, computers kunnen dat veel beter. Ja, want computers die moeten het ook interpreteren. Dus. Ja, dus dat is wel een... Maar goed, aan de andere kant denk ik, we moeten toch nog dingen blijven maken. Ja. Als je alleen maar... Ik denk dat het dan ook die combinatie wordt. Hè? Dus als je alleen maar dingen kunt bedenken... Daar heb je nog niks mee. Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Nou ja, tenzij je dus die bedenkers de tooling geeft om het dan automatiseerd te laten maken. Ja. Ik weet het niet. Ja. Maar het is te spannend, begrijp ik, in het onderwijs dan ook. Want dat betekent waarschijnlijk ook dat je hele andere dingen gaat leren aan mensen. Het is een beetje van, het is wel iets wat ik me afvraag. Wat moet ik mijn studenten leren? Ja. Ja, tuurlijk. Natuurlijk bestaat het vak nog wel tegen de tijd dat je bent afgestudeerd. Ja, en dat is een beetje de kneep dan ook. Hè? Dus dat je meer... Ik had een luxe. Toen ik afstudeerde, toen vroegen mensen mijn hele leven vroegen mensen wat ga je laten worden als je groot bent. Ja. Nee, dat weet ik niet. Maar ik wist het niet, omdat dat vak nog niet bestond. Ja. Maar tegen de tijd dat mijn kind groot is, bestaat mijn vak niet meer. Nee. Ja, mooi is dat toch? Ja, dat is wel interessant. Ja, je moet gewoon weer houtbewerker worden of zo. Nou ja, ik zat ook te denken, is dat nou erg? En we vinden dat erg, maar dat komt doordat onze focus in Nederland en in het Westen ligt heel erg op werk. Dat werk iets goeds zou zijn. Dat werk
dat je daar gelukkig van wordt of zo, weet ik veel wat. Ja, dat is deel van je leven, belangrijk deel ook. Ja, ja. Het wordt gezien als een... Dus het gaat om werk. Werkloosheid, dat is een werkloosheidscijfer hoog is, dat wordt gezien als een probleem. Ja. Het gekke is dat dat een relatief nieuw idee is. In de hele geschiedenis van de mensheid was eigenlijk het doel altijd zoveel mogelijk vrije tijd. Tenminste, ja. Als ik me goed... Misschien is dat niet helemaal waar, maar in elk geval vanaf het moment dat we dingen gingen automatiseren, dus dat we machines gingen gebruiken, vanaf dat moment was er een soort van utopie van we gaan nu minder werken. Ja, want mensen die konden... Ja, die verdiende meer, precies. En hadden tijd nodig om dat te geven. En als je kijkt naar alle toekomstvoorspellingen van een eeuw geleden, die voorspelden allemaal dat we nu, rond deze tijd, 2 dagen in de week zouden werken. Oh. Want dat was echt gewoon de lijn waar het heen, dat ging daarheen. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Er is iets geks gebeurd. Nee, iemand heeft ons verteld dat, dat werk voldoening belangrijk geeft. Is. Ja, ja. Ja. Ja, dat is heel erg interessant. En iets anders is ook veranderd. Wat veel belangrijker is geworden, is alles hebben. Ja. In plaats van genoeg hebben. En dat is ook iets wat echt is veranderd. Bijvoorbeeld als je kijkt naar zo'n echte groot kapitalist, groot industrieel als meneer Ford, die altijd natuurlijk ook als voorbeeld wordt genomen. Ja. Dat is een autofabriek en die ging dingen automatiseren. Daarvoor werden alle auto's met de hand gemaakt. En hij dacht, nou, dus heel veel van die dingen kunnen gewoon door robots worden gemaakt. Ja. Maar wat hij niet deed, was de helft van zijn personeel ontslaan. Want dat is wat iedereen tegenwoordig doet als hij automatiseert. Huppakee, iedereen ontslaan. Want dat betekent hogere winst. Ja, dat is meer geld voor mij. Ja. Maar dat zei Ford niet. Die zei, nee, ik ga juist iedereen minder laten werken. Maar ik betaal ze nog net zoveel. Ja, ja. Want als ik ze niet ga betalen, dan is er niemand die mijn auto's kan kopen. Ja, precies. Ja. Hij hield zijn eigen markt in stand. Ja. Dat is een hele slimme. Ja. En bovendien, het is toch fijn als als iedereen gewoon lekker veel vrije tijd heeft en lekker leuke dingen kan doen. Ja, met dat de auto. Is ook gewoon zo. Maar nu is het... Dus als je zegt, we hebben robots die ons designwerk overnemen. Ja. Dat zou niet erg zijn als het geld wat die robots opleveren gewoon naar ons toe gaat. En dat wij daarvan in onze hangmat kunnen liggen. Juist. Ja. En genieten van het leven. Precies. Maar dus niet dingen kopen. Want dat is eigenlijk... Nou, je krijgt geld. Dus als je dingen moet kopen, koop je dingen. Maar je krijgt... Ja, inderdaad. Nee, maar je noemde net ook als een soort van probleem. Zo van, ja... We zijn inderdaad van naar gelukkig zijn. Of lijkt het kopen van dingen lijkt de uiting van geluk. Nou, ik had alles hebben. Ja, precies. Niet zich genoeg hebben, maar alles hebben. Ja, precies. Ja. En dat geldt dus op elke schaal. Ik voel me heel erg aangesproken namelijk. Ja? Ja, ik herken dat wel. Okay, dat is iets waar ik me ook tegen probeer te verzetten. Oké, okay, ik had het eigenlijk dus meer over van die ultra-rijken die nog rijker willen worden. Ja. En die dus... personeel gaan ontslaan, zodat er meer geld naar hun toe gaat. Ja, exact, dat soort dingen. Ja. Hè? Dat, ja. Dus dat eigenlijk verkeerde besluiten nemen om de verkeerde redenen eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat is het is een ding. Ik ben heel erg benieuwd waar we over een aantal jaar staan. Zeg maar, wat we dan ook mensen gaan leren. En als je mij vraagt, ik bedoel, ik ben opgeleid als softwareontwikkelaar. Hè? Ja. Maar de dingen die heb ik geleerd als softwareontwikkelaar, die hebben eigenlijk niks met talen te maken. Of tenminste, niet zozeer met een specifieke taal. Nee. Hè, dus ik heb misschien wel leren programmeren in Java, maar zit mij achter C++ of een willekeurige andere taal. En ik weet dat ook te doen. Dus nou, ik weet, een tijdje kan je dat. Ik ja, weet ja. Die vaardigheid weet ik heel snel toe te passen. En daar, ik denk dat daar misschien wel de kneep zit, ook voor designers. Ja. Dat de vaardigheid van Photoshop echt niet meer relevant is. Nee. En de vaardigheid van Illustrator of... Ja, maar dat doen we al. Maar hoor. De waarom achter typografie en fotografie en... waarom dingen mooi zijn, hè? Ja. Dus de esthetiek. Ja, maar nog steeds, kijk, dat doen we ook. Hè? We zijn afgestapt van tooling, daar geven we geen les in. We geven les in basisprincipes. Ja.
Het punt is alleen dus dat die basisprincipes prima door een robot te doen zijn. Ja, precies. Maar tot een bepaald niveau. Maar hè? Het waarom daarachter, dat, daarvan denk ik van... Ja, maar dat waarom daarachter is dus voor de meeste bedrijven helemaal niet essentieel. Kijk hier eens even naar buiten. Allemaal lelijke dingen. Ja. Daar heb je helemaal geen ontwerpers voor nodig. Alles is lelijk. Hier, Falcon Parking. Wat? Geen ontwerpen voor nodig. Nee, maar er is wel iemand heel erg blij van geworden. Omdat een designer dat heeft gedaan. Of iemand... Ja, maar ik denk dat je ook er blij van wordt als een robot er iets echt goeds uithaalt. Ja, maar wie is dan de toets daarvan? Ja. Van dat echte goede... Nou ja, jijzelf. En als je het niet mooi genoeg is, nou, de opdrachtgever. Dan doe je refresh. Ja. Tot er iets uitkomt wat mooi is. Ja. En net als Joshua Davis. Fantastisch, joh. Je kent Joshua Davis toch? Nee. Dat is een digitale... Oh, als je van digitale... Of in ieder geval digitale kunst houdt, dan moet je hem zeker eens bekijken. Wat hij doet is, hij maakt een soort van... designs van bloemen bijvoorbeeld. Hij heeft een hele bloemenperiode gehad. Yeah. En dat stopt hij in processing. Processing is een soort van op JavaScript lijkende taal. Yeah. En daar zegt hij zo van, oké, pak dit patroon en laat er een mathematisch probleem oplossen. Hè? Dus maar ik wil bijvoorbeeld dit in een mandelbrotvorm of een willekeurige andere berekening die dus die dingen schakeert. En eigenlijk met een klein beetje random een heel erg mooi design maakt. Ja. En wat hij dus letterlijk doet, wat jij net zegt, zo van refresh. Totdat hij denkt van, nou, dit is inderdaad iets tofs. Dan drukt hij op de printknop of iets dergelijks. Ja. Dan rolt er een poster uit en dan heeft hij iets tofs. Ja, nou, het is dan heeft hij een uniek werk. Het is een beetje wat ik ook wel doe. Dus ik heb ook allemaal... Dus ik wilde op een gegeven moment kleur begrijpen. Ja. Toen dacht ik, ik laat mijn computer gewoon verschillende kleurcombinaties genereren. Ja. Elke dag. Ja. Of at random, zodra ik daarom vraag. Ja. Dat is een hele goede manier van werken. Ja. Laat de computer het werk maar doen. Ja, dat is eigenlijk de hele achtergrond van hoeveel websites heb je nou die random werk leveren. En ook allemaal een Twitter-account hebben. Ja. Er zijn een stuk of... Ik denk dat er 15 werken per dag worden. Want we hebben een gekleurde blob. Je hebt willekeurig wit vlak. En sowieso het witte vlak, daar begon het mee. Allemaal vacui. Ja. Dat is een wit plaatje op een witte achtergrond. Ja. Van een zodat het echt tot zijn recht komt, toch? Ja. We gingen iets zo minimalistisch mogelijk ontwerpen. Want is onze collega Maarten. Is die daar de... Samen met hem. Dus ik had eerst One Nothing a Day had ik gemaakt. Waarbij elke dag het woord nothing in een andere kleur gegenereerd werd. En een ander lettertype. Ja, ja. En toen had ik het daarover met Maarten. En Maarten is wel echt een minimalist. Die snapt dat echt heel erg goed. Ja, precies. Ja. De opmerking is altijd als iemand zegt van... Hé, moet je kijken, wat een mooi design. En dan... zeg maar het altijd van, ja, jammer dat het niet alleen maar wit is. Ja, ja, precies. Nou, en hij vond natuurlijk nothing, hij vond het niet goed. Want als je niks maakt, dan moet je ook daadwerkelijk niks maken. Dan moet je niet elke keer een ander kleurtje geven en elke keer een ander fontje. Want dan is het eigenlijk meer rococo dan niks. Ja. Tegenovergesteld. Dus toen zijn we gaan nadenken, oké, wat zou dat dan wel zijn? En toen kwamen we erop een plaatje, dus elke dag iets genereren wat niks is. Wit plaatje, maar wel elke dag van een andere afmeting. Ja, precies. Maar als je dat dan ook nog op een witte achtergrond doet, dan is het daadwerkelijk heel minimalistisch. Ja, ik vond het echt geweldig. Vooral ook omdat het gegenereerd wordt. Hij doet het nog steeds. Ja. Maar goed, dan wordt het Joshua Davis, moet je zeker bekijken. Okay, overigens, van Grit, ik heb daar een video van gezien. En een van de meest briljante zinnen in die video is... dan vertellen ze over alle mathematische probleemoplossers die ze gebruiken... om bijvoorbeeld een plaatje precies de juiste focus neer te zetten. En dan zeggen ze in plaats van dat meeste merken die zeggen van... dat is heel erg makkelijk en wij maken het makkelijk voor jou, papapap... dan zeggen ze van, nee, dit is heel erg moeilijk. Maar wij zorgen ervoor dat het in orde komt. En dat is, zeg maar, echt de nadruk leggen van... dit is een heel erg complex probleem wat niemand kan oplossen. Ja. Behalve wij. Dat vond ik echt een soort van gouden greep. Want
Maar het is ook een goeie, want daarmee zeggen ze eigenlijk, wij kunnen dat beter dan mensen. Ja, precies, ja. Dus gaan we niet naar een ontwerper, gaan we lekker naar ons. Nee. Ja, nou, ik vind het een interessant ding, van wat moeten we daarmee als... Ik had nog iets... Oh, jongen, ik heb laatst iets ergs gezien. Oh. Maar ik weet niet of ik daarover moet gaan hebben. Want? Te weinig tijd? Ja. We kunnen hem verlengen. Nog een rondje rijden? We kunnen naar de wasstraat gaan voor de verandering. Ik rij nog een rondje. Oké, er is Kom een... op. Ik werd laatst door iemand gewezen op... er was een bijeenkomst in Pakhuizen Zwijger. Ja. Over Dutch Design Daily. Oké. Dus ik ging kijken van wat is dat dan, dat Dutch Design Daily? Mm-hmm. En toen kwam ik op een website, dutchdesigndaily.nl. En daar wordt elke dag één Nederlands ontwerp. Een product of een website of iets van wat door Nederlanders is ontworpen, mm-hmm. wordt daarop gepubliceerd. Het is op een in het zonnetje gezet. Het wordt er gewoon op gepubliceerd. Dus ik dacht, hey, dit is een blog. Oké, ja. Toch? Dat is een blog. Ja, doen we al. Dus ja, een dingen website. Die dagelijks zijn of periodiek. Ja, blog. Doen we al. Dus ik keek in de About en er stond: dit is een free web app. Wacht even. Dus toen ben ik natuurlijk gaan kijken. Oké, dit is dus niet een blog. Ze zeggen: nee, we zijn een free web app. Dus het is wat anders dan een blog. Dus ik ben toen gaan kijken, oké, dan moet het beter zijn dan een blog. Want dat is, als je het hebt over design en innovatie, als we iets anders gaan doen, dan moet het beter zijn. Dat is innoveren. Exact. He, dus dat impliceert interactie, lijkt me dus zo. Dus het is een free web app. Nou, dus ik ben gaan kijken, van wat is het dan? Ja. Dus ik dacht, ik ga me abonneren op dit ding via RSS. Uh-huh. Kan niet. RSS feed was kapot gemaakt. Gemaakt? Ja, want het was namelijk gewoon een WordPress blog. Gewoon WordPress, maar dan hebben ze dan op de een of andere manier, want dat is helemaal niet makkelijk, hebben ze de RSS feed uitgezet. Dus ze hebben het stuk gemaakt. Hè? Dus het is minder goed geworden dan een blog, want ik kan het dus niet consumeren of bekijken op de manier waarop ik dat wil. Ja, precies, ja. Dat mag niet. Gewoon in je RSS reader. Dat zou oké zijn als het fantastisch was. Weet je, als het ontwerp ongelooflijk goed was, mm-hmm. wat ik zelf ook zou denken, want er zitten namelijk ook niet de minste mensen achter. Hè. Er zitten ongelooflijk goede product designers hebben zich hieraan verbonden. Ja. De Bond van Nederlandse Ontwerpers heeft zich hieraan verbonden. Oh, echt waar? Ik was dus een beetje in shock, want de site is ontzettend lelijk. Ze zeggen dat ze een app zijn. En wat doen ze? Als je het dus op je homescreen bewaart, opslaat op je iPhone bijvoorbeeld, dan komt er inderdaad een icoontje. Maar dat icoontje, daar zit een soort van glimmer overheen. Ja. Maar dat is al sinds 3 jaar, zit het al niet meer in iOS. Dat zo'n bolling, weet je wel, dat is er al lang uit. Ja. Achterhaald. Waarom zouden ze dat doen ook? Ook als je dan de app opent en je klikt op de volgende, dus je wil de volgende... het volgende artikel lezen, mm-hmm. dan gaat hij het openen in Safari. Dus dan verlaat je de free web app en dan kom je in Safari. Dus het is op alle manieren is het zo knullig in elkaar gezet. En ontwerptechnisch, dit is echt heel lelijk. En ik vond het afschuwelijk. Ik werd daar razend over. Dit ruikt naar een museum website. He, dus dat mensen zeggen van, oh ja, nee, we zijn een museum, dus dit moet ook een museumstuk worden. Dat was jouw ratio, geloof ik. Hè? Ja, maar hier is dus, we gaan app namaken, maar dan nemen we alleen de slechte dingen van een app. Dus we maken het slechter dan het web. Dus we publiceren het niet als een app, want, nee, ik weet niet waarom, maar dat gingen ze niet doen. We publiceren het op het web, maar we doen alsof we net zo stuk zijn als een app. Ik vond het zo... Ja, maar dat is het probleem met de huidige design scene in Nederland. Ja. Die snappen digitaal niet. Dus de design elite volgens mij in Nederland, allemaal fantastische product designers die de mooiste producten weten te maken. Prachtige boeken worden nog altijd gemaakt.
hele mooie uitgaves. Maar digitaal wordt niet begrepen. Als je met zo'n product kan komen en je kan als bond Nederlandse ontwerpers je achter zoiets lelijks zetten, wat op alle manieren laat zien, ik snap digitaal echt niet. Ja, ja, ja. Nou, dan is het gewoon een probleem met Dutch design. Ja, precies, ja. Of Dutch digital design, daar is echt een probleem mee. Wow, ik vond Dutch Design Daily een fantastisch voorbeeld van wat er mis is met digitaal ontwerp in Nederland. Ja, zeker als zo'n instituut zich mee verbindt. Ja, maar meerdere instituten, hè? Ja. Van alles verbindt zich mee. Maar is het dan een initiatief van ze en is het echt een mislukt product wat zo snel mogelijk het internet moet verlaten? Nou ja, het gaat ook maar door. En ook de taal was slecht, jongen. Ja. Oh ja, nou, als dat gewoon het geval is, dan moet ik er echt naar kijken. Met Google Translate. Letterlijk met Google Translate. Oh, want er is ook een Engelse variant of zo. Hij is in het Engels. Maar er is dus ook de Nederlandse versie. En het Engels is dus heel erg slecht. En als je dan kijkt, dan zie je dat, dat het gewoon met de hand, echt letterlijk met een robot vertaald is. Oh jongens. Maar sowieso dat, ja goed, dus ja. Dat instituut, dat zal er misschien ook zijn, niet zijn voor Nederlands pratende mensen. Hè, om de internationale wereld te verwittigen dat Dutch design heel mooi is. Nederlands design. Maar Dutch design, dus Dutch product design, ja, nee, staat nog altijd hoog aangeschreven. Ja, maar niet voor niets ook. Er staan ook niet voor niks, stellen we als digital design helemaal niet mee. Nee. Ik vond het shocking. Ja. Dit was. En als ze nou gezegd hadden, we zijn een blog, dan had ik het helemaal niet erg gevonden. Dan had ik er niet eens naar gekeken. Maar juist doordat ze die flauwe kulterm free web app gebruikten, ja. Dat je zou dan dat nog bewijst dat je er geen fuck van snapt. En de uitvoering daarvan. Echt ja, erg, ik hoor. Ben heel benieuwd wie dan die content produceert. Want er zijn een paar mensen die dat doen. Maar de content verder, hè, dus de producten die er worden getoond, die zijn allemaal mooi. Er zitten allemaal hartstikke mooie dingen in. Ja. Het zit allemaal hartstikke goed in elkaar. Maar iemand die heeft die spin eraan gegeven, toch? Ja, ja, zo van, ja. Iemand heeft verzonnen. Oh, jongens, luid, we maken er een app van. Fantastisch idee. We doen een blog, maar we noemen het een app. Ja. En we maken het stuk. Ja, goed idee, man. Ja. Ja, we gaan het. Desnoods betalen we bij. Is er een woord voor anti-innovatie? Dus het tegenovergestelde van verbeteren, verslechteren. Retrovatie? Ja. Dus dat van achteruit rijden? Ja. Ik weet het niet. Ja, het is echt gênant. Nee, ik ben blij dat het eruit is. Ik had het alleen maar via tweets. Had ik het mijn frustratie geuit. En ik had geprobeerd er nog een blogpost over te schrijven. Nee joh, dat is alleen maar. Maar dit is het medium daarvoor. En heb je maar je studenten laten zien van, jongens, wat vinden jullie hiervan? Zeg er iets over. Nee. Die dame niet langs de randjes lopen. Nee, maar wel collega-docenten. Ah, oké. Ja. Ja, ik vind het hilarisch. Ja, nee, je moet er maar eens aan kijken. Heel erg lelijk. Nou, weet je, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, de wasstraat is afgelopen. En het goede nieuws is, ik heb nog genoeg onderwerpen voor nog drie andere wasstraten. Mooi zo. Dus we zien elkaar snel. Doei. Doei.